Kolfvaart is een Duitse traditie. Het komt uit de buurt van Oldenburg, Bremen. En daar vieren ze dan dat de kol van het land gaat. De boerenkool van het land gehaald wordt. En dan gaan ze met boldenkarren vol, met drank en heel veel gezelligheid gaan ze een eind wandelen. En dan uiteindelijk komen ze bij een restaurant en daar wordt dan stampot gegeerd. Een groenkool noemen zij het. Dat is onze boerenkool. En de bedoeling, ja? is dat ze tijdens die tocht, bij elke bocht die er is, wordt er gestopt. En bij elke stop moet er even een kleine snaps genomen worden. Zo, dus jullie hebben al wat snapjes achter de kiezen? Ja, we hebben al een paar snapjes achter de kiezen. Ja. En hoe komt het dat jullie nu de koning en de koningin zijn? Wij zijn onderdeel van een Duits bedrijf, Buva, in Oldenburg. En daar hebben ze die traditie. En wij gaan elk jaar trouw met een aantal mensen vanuit Nederland daar naartoe. En vorig jaar hebben ze gekozen, hebben ze het publiek laten kiezen. En toen is de keuze op ons gevallen. En daarom hebben jullie zo'n prachtige ketting. Want er zijn al heel wat koningen en koninginnen geweest, hè? Ja, deze ketting dateert volgens mij voor het eerst uit 1986, als ik het goed heb. En sindsdien wordt er elke keer een nieuw ding aangemaakt met een nieuwe naam erop. De vaart die gaat straks een stukje langs Nijreesbos en dan gaan we naar het Polmanstadion. En daar wordt de stampot genuttigd? Ja, daar gaan we lekker stampot eten en daarna feest vieren. Ik ben bij Buva in Oldenburg en ik ben in personeelmanagement tätig. En ik ben voor die personeelgewinning en beschaffing zuständig. Und ich finde das ganz toll, dass die holländischen Kollegen halt Kohlkönige und Kohlköniginnen geworden sind oder Kohlkönige geworden sind. Und die haben das super organisiert dieses Mal mit Hotels und mit allem, was dazugehört, mit Tanz. Also ist wirklich klasse. Wir sind, als ich gehört, mit 172 Mann. Ja. 172 Menschen. Heel veel succes noch en heel veel plezier. Dankjewel.